Ik sta hier bij een van mijn favoriete schilderijen. Het is het allerlaatste schilderij wat Van Gogh gemaakt heeft. Maar wat we zien is hier vrij bijzonder. We zien hier eigenlijk vrij abstract schilderij. En we weten sinds kort eigenlijk wat het voorstelt. We zien hier namelijk een helling. Een helling met zogeheten lofhout, hakhout. Dus hout wat wordt afgehakt om te gebruiken voor het vuur of voor het maken van manden. Maar wat het bijzonder is, is dat het een helling is waarvan de bomen op het punt staan om af te vallen. Want we zien hier namelijk wortels. En dat betekent dat er voldoende water doorheen gespoeld is, zodat die wortels naar beneden vallen. En dat is natuurlijk vrij tragisch als je bedenkt dat hij dat schilderij heeft gekozen om te schilderen op de morgen waarvan hij in de loop van de middag besloot om een poging tot zelfmoord te doen die uiteindelijk hem fataal zou worden. Met andere woorden, je kunt het schilderij dus opvatten als een soort afscheidsbrief. Hij zegt hierin, ik heb geleefd, ik heb net als die boomwortels heb ik mijn best gedaan, heb ik geworsteld met het leven, ik heb tegenslagen gehad. Nu is het moment waarop het is afgelopen. Ik val eraf.